als we één ding moeten leren uit de huidige crisis, dan is het de noodzaak, het enorme belang van diversiteit. Diversiteit in besturen. We worden geregeerd nog steeds door witte westerse mannen van tussen de, laten we zeggen, 25 en 75 jaar. Mannen die economie, rechten, bedrijfskunde hebben gestudeerd. Mannen die top-down regeren. Mannen die zeggen van, ik ben de baas omdat ik het beter weet dan jij. En als één ding is aangetoond in die crisis, is dat dat soort mannen die de boardrooms nog steeds vullen, dat daar een geweldig gevaar in schuilt. Die mannen gaan in hun eigen waarheid geloven. Er ontstaat tunnelvisie, groupthink, talloze rapporten, OESO, IMF, ze hebben het allemaal vastgesteld. Die zeggen allemaal van, dat is dus niet goed. Die mannen gaan in hun eigen waarheid geloven, worden bevestigd, verzamelen mensen om zich heen die ook in hetzelfde verhaal geloven. En dan wordt het monomaan. En dan wordt het gevaarlijk. En dan ga je bijvoorbeeld geloven dat banken iets als aandeelhouderswaarde, het creëren van aandeelhouderswaarde op de eerste plaats moeten zetten. En dat is ontzettend gevaarlijk, want een bank heeft in de eerste plaats een nutsfunctie. Dat is volgens mij een hele belangrijke les. En die is veel groter dan alleen dat bankwezen. Overal is diversiteit in een bestuur eigenlijk een voorwaarde voor een goed bestuur. Want diversiteit zorgt ervoor dat je verschillende soorten mensen hebt. Met andere achtergronden. Mensen die andere kleuren herkennen. En die op tijd kunnen zeggen, ho, wacht eens eventjes. Ik zie daar iets. Moeten we het daar niet eens een keertje met elkaar over hebben? Nou, de belangrijkste vorm van diversiteit waar we volgens mij nu aan moeten gaan werken op heel veel fronten is de man-vrouw dimensie. Als je kijkt naar het Nederlandse bedrijfsleven, het beursgenoteerde bedrijfsleven, daar wordt dat gemeten, de Leading Female Index heet het ding. En daar blijkt uit, nou, zo'n 3% van de bestuurders in raden van besturen van beursgenoteerde bedrijven, 3% is vrouw. Nou, als je bedenkt dat er meer vrouwen van universiteiten komen dan mannen met betere resultaten, dan zou je dus dat kunnen samenvatten met, we zijn bezig met de grootste kapitaalvernietiging in de geschiedenis van dit land. Nou, dan kan je zeggen, bottom-up. We gaan bedrijven enthousiasmeren voor diversiteit. Meer vrouwen promoveren, meer ruimte maken voor vrouwen. Mannen maken ruimte voor vrouwen. Nou, als we dat in dit tempo, we zijn er eigenlijk al 10, 20 jaar mee bezig in dit land. Maar als we dat in dit tempo daarmee doorgaan, dat heeft Mijntje Lucraat uitgerekend aan de Nijrode Universiteit. Die maakt ook die Leading Female Index. Als we daar in dit tempo mee doorgaan, dan duurt het tot 2090. Dan hebben we het dus over de kleinkinderen van onze kleinkinderen. En dan is 30% vrouw. Dat duurt dus te lang, dat bottom-up vrouwen. Hè. Mannen maken gewoon geen plaats voor vrouwen. Mannen hebben geen zin in die vrouwen op een of andere manier. Het kost ze moeite om die kwaliteiten bij die vrouwen te zien. De vrouwen die promoveren zijn vrouwen die mannengedrag kopiëren. En als een vrouw mannengedrag kopieert, dan is het een man 2.0. Hè. Een man in een rokje zou je kunnen zeggen. Maar daar heb je geen diversiteit mee. Dan heb je gewoon nog een man. Onderzoek wijst ook uit dat als je één vrouw in een raad van bestuur hebt, nou ja, die kan alleen maar overleven door zich als man te gedragen. Dus opnieuw geen diversiteit. Nou, in Nederland hebben we nu een soort halfslachtige maatregel genomen. We hebben ook een quotum afgesproken, 30%. En ik vermoed dat als we 4, 5 jaar verder zijn, dan zal het opnieuw reuze tegenvallen. Want ja, er zijn alleen om geen vrouwen te benoemen voor die mannen, zou ik maar zeggen. Dat we dan toch ook langzaam maar zeker naar een wat hardere quotum toe gaan. Je ziet die discussie nu in Spanje, in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland, in Europa, groot voorvechter daar, de commissaris, die heeft ook al plannen in die richting van, jongens, we moeten nu echt met elkaar een draai maken. Het is een verschrikkelijk middel, een quotum, ik wil het graag benadrukken, hè, want het is paternalistisch en een overheid en het voelt niet prettig, maar kennelijk is het nodig om als samenleving een stap verder te komen. En wat levert dat dan op? Diverse besturen. Ja, het levert een bestuur op, nou, wat ik net al zei, wat een zekere kwaliteit in zich herbergt. Er zijn onderzoeken gedaan, een centrale vraag. Als er in financiële instellingen meer vrouwen in besturen hadden gezeten, in bankbesturen, toezichthoudende besturen, was de crisis dan minder diep geweest? En het antwoord is eigenlijk steeds opnieuw hetzelfde. Ja, dan was de crisis minder diep geweest. Dan was er een ander geluid geweest. Dan was er op tijd gewezen op alternatieve ontwikkelingen. Dus ik ben daar een hartstochtelijk voorstander van. Ik geloof dat het nu echt tijd wordt dat we daar in dit land eens werk van gaan maken. Dat we vrouwen serieus gaan nemen. En dat vrouwen zichzelf trouwens ook serieus gaan nemen. Want één ding wil ik nog, daar wil ik nog graag iets over zeggen. Veel vrouwen zeggen, maar ik wil alleen maar benoemd worden als ik zeker weet dat ik de beste ben. Hè, als ik word benoemd omdat ik vrouw ben, dat vind ik vreselijk. Dan word ik een excuustruus. Tegen die vrouw wil ik graag zeggen, dames, realiseer je dat mannen de afgelopen duizenden jaren zich hebben laten benoemen omdat ze man zijn. En dat ook volstrekt vanzelfsprekend vonden. Het wordt tijd dat je gaat zien dat het feit dat je vrouw bent,
Naast het feit dat je natuurlijk ook heel goed bent, dat het een waarde in zich heeft. He, dus wees daar trots op die erkenning en op die herkenning van die aparte waarde. Dat voegt iets toe. En natuurlijk ben je ook hartstikke goed in je vak, maar dat het feit dat je vrouw bent, maakt je eigenlijk nog beter. En het wordt tijd dat vrouwen dat ook een beetje gaan onderkennen, want die hebben op dit punt nog wel een klein beetje de angst dat ze als excuustruus worden benoemd.